Dag, Fientje. Meneer Schiele. Weer terug in de stad? Ja, we zijn gisteren weer begonnen in het Centraal Theater. En? Heb je Amsterdam gemist? Oh ja, zo'n tournee is niks voor mij hoor. Fie? Dag. Al dat gereis en al die treinen en dan die hotels. Geef mij Schiele maar. Ja, dank je. Is mijn vader er ook? Ja, en die zit alweer op zijn vaste plek daar aan de stamtafel. Zeg, mensen, wat denk je? Kunnen bestellen, dan eerst een half uur om met de handen moet lopen. Wat is er dan? Wat is er? Zeg Nelly, hou op met die Fransen. Let liever op de klanten. Meneer Lamar wil iets bestellen. Graag. Ja. Neem me niet kwalijk, Nap. Nee. Goed. Zeg, dat was heel leuk wat jij dat deed. Waar heb je dat geleerd? Van mijn vader. Ik vroeg in het circus gewerkt. Ah, en dat doe je voor je plezier? Nou, nu nog wel. Maar ik wilde graag het vak in. Als u het voor me wil. Oh nee, dat is helemaal niks voor mij. Ik ben blij dat ik zelf op mijn eigen benen kan staan hoor. Fien, wat wil je drinken? Een cognacje graag, vader. Twee oude jenever en een cognac. Oh, neem zelf ook, Mat. En denk er aan de glazen hier gewoon recht op de tafel. Anders heb ik duurder het gevoel dat ik dronken ben. Nap, ja? Heb jij de spooktrein al gezien? Welke spooktrein? Nee, de spooktrein, dat nieuwe stuk van het Hofstadtoneel. Wie spelen dat? Theo Frenkel en Lily Bouwmeester. Heb ik al gezien. Nou, dat lijkt me anders echt een stuk van jou, vriend. Je bent toch gek op treinen? Nou, ik voel meer van de rol van het spook. Nou, ik mag niet klagen. Maar deze maand staan we centraal, dus dat is afwachten glazen. Proost. Meneer Lamar. Heeft u misschien werk voor me? Ik kan zingen en ik kan dansen en ik heb wel eens een rolletje gespeeld op het toneelstuk. Oh ja? Maar al zou je mijn schoenen willen poetsen? Nee, ik heb niks voor jou hoor. Nee. Heb jij de troep al rond voor het volgende seizoen dan? Ik, ze blijven gelukkig allemaal. En ik heb een paar geweldige jonge lui op de kop kunnen dekken hoor. En die zijn schaars tegenwoordig. Meneer Lamar. Huh? Ja. Ik heb een liedje geschreven. En dat wou je hier zingen, hier bij Schiele? Nee meneer, maar ik wilde vragen of het wil lezen. Ja, ik zie dat het ruimt niet man. Oké, maar de vierde ruimt op de tweede. Oh nee, veel te ingewikkeld. Mag ik iets lezen? Natuurlijk. Mevrouw de Lamar, kijk, ik heb speciaal voor u een liedje gecomponeerd. Oh, dat is lief van je deur. Ja, wil je het horen? Jazeker. Hoe heet het? Chanson Finie. Oh, dan ken ik het wel. De vorige keer heette het geloof ik Chanson Roos. Maar Roosje wilde het geloof ik niet hebben. Zo, Fientje. Ah, meneer Van Gelder. En, wat ga jij doen van de zomer? Oh, dat weet ik nog niet hoor. Dat hangt van het weer af. Meneer Van Gelder. Zeg, Fientje, mag ik je iets te drinken aanbieden? Ja hoor, een cognacje graag. Ik denk dat ik een paar dagen naar Zandvoort ga. Ik bedoel het werk. Spelen jullie door van de zomer? Oh, dat weet ik nog niet. Dat moet u maar aan vader vragen. Pintje, wat drink je van me? Een cognacje graag. Ik organiseer dit jaar weer een zomercabaret in Scheveningen. In het Koerhouspaviljoen. En ik zoek nog een goede artiesten voor het pauzenummer. Zou jij daar wat voor voelen? Nou, het lijkt me wel leuk. Mevrouw de Lamar, neemt u me niet kwalijk. Wilt u iets van me gebruiken? Ja hoor, een cognacje graag. Maar ziet u meneer Van Gelder, ik werk het liefst met vader en ik weet niet wat vader van plan is. Proost. Oh, maar dat is geen enkel probleem, dat regel ik zo met hem. Vind je, op je eeuwige schoonheid. Oh, dank je. Hé, Max, jij gaat er hier al met duiven schieten, hè? Nou, oh jongen, ik heb je dochter net een zomerengagement aangeboden. Dat vind ik heel fijn, Max. Dag Frits. En als je wil, dan engageer ik jou erbij. Ja, als wat, dat is toch lijfwacht zeker? Is dat nodig? Ja, vooral. Dank op uw gezondheid. Mag ik straks met u toosten? Je weet niet wat je zegt, jongen, is dat nodig? Ja, ik heb s'avonds mijn handen vol, hoor. Om al die aanbidders in de kleedkamer te houden, ja. Hele rijen staan voor de deur. Bloemen, taarten en daar zijn hele chique heren bij, hoor. Ja, maar ik jaag ze allemaal weg. Niet allemaal, hoor, meneer Van Gelder. Ik mag er altijd eerst eentje uitkiezen. Fien. Denk aan mijn reputatie. Mijn reputatie, vader. Daar hoef je niet aan te denken, Fien. Want die heb je al. Oh, ja. Dat is ook zo, Suze. Daar heb jij wel voor gezorgd. Dus, en Fientje, zou je mij ook uitkiezen? Nou, later misschien, hè? Als je groot bent. Zo, hier mooi. Wat doe je met al die aanbidders, Fien? Ach, Roosje, ik wist niet dat ik jou dat nog moest vertellen. Zeg, Fien. Is dat nou waar van jou en prins Hendrik? Mijn affaire met prins Hendrik, dat wordt gezegd, ja. Maar of dat ook waar is? Nou. Nee. Maar iedereen praat erover. Ja, de hele stad gonst van de geruchten. Oh, de hele stad gonst van de geruchten. Wat denk je, vader? Zal ik het ze dan maar vertellen? Fien, let op je woorden. De dames in het gezelschap. Oh, dat was me nog niet opgevallen. Nou, vooruit, Fien. Kom op met je verhaal. Nou, vooruit dan maar. Dirk, muziek. Allee. Yeah.
Oh. Ik zal die avond nooit vergeten. Ik zat naast hem in de gouden koets. Ik bekeek hem en ik gaf mij over aan het bedwelmende aroma van pomade en van koperpoets. Een zoete hoorn des overvloeds. En 16 paarden draafden door het donker. Heilings schoot de wereld ons voorbij. Alle lichten doofden, maar de sterren straalden voor de prins en mij. Voor de prins en mij. Weet je al, vroeg hij, waar ik je heen breng? Ik heb in de duinen een kasteel. Helemaal van mij, mijn vrouw denkt dat ik daar af en toe ga jagen en wat met mijn bibelootje spiel. Dat scheelt in feite niet zoveel. Intussen reed de koets over de slotbrug. Bij de grote poort stond een lakei. Een lakei die boog als het befaamde knipmes. Voor de prins en mij, voor de prins en mij. Majesteit, vroeg ik, of is het zere? Moet het zijn hoogheid zijn, misschien? Nee, sprak hij eenvoudig, zeg maar Hendrik. Of zijn hoogheid straks tevoorschijn komt, dat kunnen we altijd nog zien. Maar laat ons eerst wat eten, Fien. Er stond al een compleet gedekte tafel. Kaviaar en paling in gelei. En een rond tableau met zeker 100 oesters. Voor de prins en mij. Voor de prins en mij. Hendrik toonde mij zijn oude wapens. Erfgoed van zijn achterneef uit Kleef. En zei hij, ik heb een blanke sabel. Ach, sta mij toe dat ik met dat ding eens een kleine demonstratie geef. En Hendrik was meteen op dreef. Strategisch plaatste hij zijn eerste uitval. Duidelijk touché en van dichtbij. En het werd een nacht van militante charges. Voor mijn prins en mij. Voor mijn prins en mij. Veel te vroeg begroet ons de morgen. Zonlicht dwaalde door het ledikant. Hendrik sprak, hoe kan ik je belonen? Ach, zeg maar wat ik voor je doen kan, Fie. Wat lijkt je van de adelstand? Ik wees zijn aanbod van de hand. Ik zei, ik moet nu gaan. Hij riep een rijtuig. Snikkend trok hij mij aan zijn livrei. En een klein orkest op het kasteelplein speelde. Voor de prins en mij. Voor de prins. Zeg Max, misschien kan Fietje er bij jou zingen in de koerhuis. Succes verzekerd! Oh, ik ben bang van niet. Scheveningen ligt vlak bij Den Haag. Ik denk dat we naar de eerste avond al kunnen sluiten. Ja. Maar het is toch schijnheilig? Iedereen weet toch van de avontuurtjes van de prins? Ja, maar weten is nog iets anders dan erover zingen. Ik wil als de politie hier van. Je hoort niet wat die jongeman zegt, dat gaat je vergunning kosten. Ja. Oh ja, meneer Schiele, we krijgen vanavond vaste politie op ons dak. Dat lijkt me enig, een info van de politie. Kom binnen, Piet. Mag je ons wat frisse lucht komen brengen? Het is Piet de Grosse. Verdomme, dat is toch geen hang- en sluitwerk. Dan sta ik met de voordeur in mijn hand. Ik leg alleen mijn rechterpink heel even zachtjes op de klink en ruk de pui van Schieler integraal uit zijn verband. En kijk eens, iedereen zit stom te lachen. Piet Grosso trekt de voorgevel aan gruis.
En ik hoor het jullie zeggen. Wat moeten we dan zeggen? Hij valt vandaag weer met de deur in huis. Maar ik stuur wel een paar jongens, Frits, vanmiddag is het klaar. Je kent toch mijn bedrijf, dus dat komt piekfijn voor elkaar. Ik ben een bouwer. Ik ben een echte bouwer. Neem rustig van mij aan, al wat ik aanneem, dat zit safe. Sta toe dat ik u even mijn visitekaartje geef. Ik ben een bouwer. Ik ben een echte bouwer. En ik hou ervan dat alles stevig staat. Zo stevig als de touwen. Ja, zo stevig als de touwen. Inderdaad. Mejuffrouw Fien, ontvang mijn complimenten. Ik bewonder u en al een hele tijd. Maar wat u gisteravond deed, dat was, ik weet niet hoe dat heet. Wij bouwers zeggen meestentijds gebeiteld of geheid. Juffrouw, ik ben geen kenner van de kunsten. Van beton weet ik weer meer dan menig een. En ik moet u bekennen. Oh, u wilt mij bekennen. Juffrouw, een bouwers hart is niet van steen. Gisteravond kreeg ik zulke vreemde dingen in mijn kop. Ik dacht, ik breek de zaal af en dan bouw ik hem weer op. Ik ben een bouwer, geen dichter, maar een bouwer. En in kort bestek, vergeef me, dat is bouwerstaal, juffrouw. Ik bedoel, nou ja, dat ik zo graag een feestje met u bouw. Hij is een bouwer, bouwer, bouwer. Ik ben een echte bouwer. En mijn juffrouw Fien, let op wat ik ga doen. Ik bouw me al een bouwer. Een bouwer, een bouwer. Ik bouw me al een bouwer. Een bouwer, een bouwer. Aan wat, meneer de bouwer? Ik bouw met al mijn power aan een zoen. Was het meteen raar. Ach, ik had in die tijd al zoveel mannen gehad. Dan die en dan die. Het waren er zoveel. Ik zag door het bos de bomen niet meer. En toen opeens stond er die boom in die deuropening. Nou, daar keek je niet omheen hoor. Een geweldige bink. Alle wijven waren stapel op hem. Oh ja, ik ook. Ik ging meteen voor de bijl. Piet was al verliefd op mij. Die was die avond speciaal voor mij naar Chile gekomen. Piet is toen meteen bij me ingetrokken en nooit, nooit meer weggegaan. Nou ja, een paar keer. Als Fientje weer eens lastig was. Meestal kon hij dat wel aan. Dan gaf hij Fientje een pak slaag of hij sloot Fientje op in het toilet tot ze weer zoet was. Maar soms werd het zelfs Piet te machtig en dan ging hij gewoon een paar maanden ergens anders wonen. Wel, nee, dat was niet om Jan. Jan van Ees? Daar had Piet helemaal geen problemen mee. Bovendien kwam Jan uit de toneelwereld en daar had Piet niet zoveel mee te maken. Piet had zo zijn eigen vriendjes. Ach, hoe gaat dat? Je was op tournee. Soms maandenlang, hotel in, hotel uit. Ja, dan ga je je vervelen. En Jan was bij de hand. Ga dan even zitten. Ik zit al. Nou, dan moet je even gaan staan. Nee, dat kan ik niet. Nee. Oh. Ik word geloof ik ziek, Sjoe. Oh. Ik kan vast niet spelen. Maar... Ah, dat geeft niks, dat helpt geen donder. Ze komen toch alleen maar voor Fien en voor Jan. Oh, ik moet overgeven. Ik moet overgeven. Niet hier. Niet hier in de gang. Daar krijgen we gedonder mee. Oh. Dat is een toilet. Oh. Bezet. Hou je, kun je dat even ophouden? Nee, niet komt al. Hey, opschieten, dan moet iemand kotsen. Oh. Hey, gaat het? Nee. Hey, vuile egoïst, er zijn nog andere mensen op de wereld. Hou je het nog even? Nee. Nou, schiet erop. Kom maar dan gauw af, anders trap ik die deur in.
Kan het hier nou eindelijk een beetje stil zijn? Ik lig te slapen. Oh. Nee, Ellie, die vent is gek. Die zit op de wc te slapen. Sst, jongens, hou het nou alsjeblieft een beetje rustig vannacht. Als we zo'n herrie maken, worden we uit het hotel geschopt. Er zit een vent op de wc en die wil er niet af. Dat is geen wc, dat is een kamer. Nou, waar is de wc dan? Achter in de gang. Nou, leuk hotel heb jij uitgezocht. Ellie, achter in de gang kan je kotsen. Wat is er met Ellie? Ellie is ziek. Ik wil naar huis. Naar Amsterdam. Liesje, hou je nou alsjeblieft een beetje rustig. Je ziet toch een gat, zeg. Stil. Slaap je mensen. Ja, nou goed, laat ze dan op de kamer gaan slapen. Kom. Je ziet toch een gat, zeg. Oh, moet je horen. Kom ik uit het theater vanavond. Hartstikke donker. Zie ik een groepje staan. Ik denk, ah, mijn bewonderaars. Ik zeg, goedenavond. En heeft u een beetje genoten vanavond? Weet je, jongen, beginnen ze boe te roepen. Ah, dat vonden ze niet leuk of zo? Nee, man. Het waren koeien. Ja, Herman. Herman. Herman, ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil naar mijn huis. Ik wil naar mijn eigen huis. Goedenavond. Heeft u voor mevrouw de Lamar en de heer Van Ees nog iets te eten? En te drinken. En te drinken. Vallen! Vien, dit is een hotel met klasse. Wij zijn mensen met klasse, dus gedraag je dan ook met klasse. Hallo, is daar iemand? Jan, is dit wel ons hotel? Ja, natuurlijk, Vien. Dit is ons hotel. Hier, kijk maar, hier staan Hotel De Rustplaats. Vandaar deze weldadige rust. De laatste rustplaats, zou je bedoelen. Wat lijkt hier wel een kerkhof. Jan, is er geen ander hotel in de buurt? Nee, Fien. Dit is het enige hotel in de wijde omtrek. Tenminste, het enige hotel dat aan ons artiestenvolkje nog gastvrijheid wil verlenen. Nee, noem dat maar gastvrijheid. Als er niet gauw iemand komt, dan dien ik een klacht in bij de receptie. Dit is de receptie, Fien. Maar kom, we zullen vanavond zonder eten ons bed in moeten duiken. Wat is dat voor een ding? Oh, dat is een gong. Die gebruiken ze hier bij het diner. Oh, nou, dat komt dan goed uit, want ik wil nu diner. Herman. Herman. Ik wil niet met Jules. Ik wil niet met Jules. Ik wil mijn eigen kamer. Er is al één jong mens. Dat is geen jong mens, dat is Bertus. Nou, Bertus of een jong mens. In ieder geval heeft hij voor ons een lekker flesje jongen en even meegebracht. Daar had je het gedacht, je voor mezelf. Het heeft een moeite genoeg gekost om hem van de koelkast los te krijgen. Je ziet het, Fien. Solidariteit, collegialiteit is onder het artiestenvolk ver te zoeken. Nou, Suzie zei, beloof me dat je vannacht niemand in de kamer laat. En toen zei Sjaantje, dat beloof ik. En toen zei Suzie, nee, zweer het. Toen is Sjaantje boven op de bed gaan staan. En toen zei ik, ik zweer het, zo waarlijk helpen mij. Krak! God, allemachtig! Hou het nou vooral een beetje rustig vannacht. Rustig vannacht. Rustig vannacht. Maak in dit hotel nou geen problemen. Dit is de laatste zaakje waar ze nog artiesten nemen. Jongens, wat je ook van plan bent, doe het zacht. Nee, onthoud het nou een beetje. En hou het nou een beetje. Een heel klein beetje rustig vannacht. Ik wou nog ergens wat gaan drinken. Nee, neem jij nou maar een bad. Je zag de zaal vanavond denken, die heeft al te veel gehad. Allemachtig, wat een kast. Hou het overal een beetje rustig vannacht. Rustig vannacht, rustig vannacht. Ga nou op de gang en niet staan zeuren. En
lawaai niet op de trappen. Sla vooral niet met de deuren. Ga in alle stilte op de muggenjacht. Nee, onthoud het nou een beetje. En hou het nou een beetje. Een heel klein beetje rustig vannacht. Onze kamer? Nou, dat weet ik niet zo net. Nee, daar ligt een personage. Deze kamer is bezet. Oei, nou komt hij uit zijn bed. Wordt het ook met oma nog eens rustig vannacht? Rustig vannacht? Ja, rustig vannacht! U houdt van rust, nou dat is een goeie. Meneer, als u van rust houdt, moet u zelf niet zo staan loeien. Ik stap zo naar de receptie met een koch. Dus onthoud het nou een beetje, en hou het nou een beetje. Een heel klein beetje, rustig vannacht. De hele troep is binnen. En het is ook laat genoeg, dan wordt het eindelijk wat stiller. Lekker, hij is in de kroeg. Zo, dat zei ik dus te vroeg. Hou het nou vooral een beetje rustig vannacht. Rustig vannacht, rustig vannacht. Elke avond zit ik in de zorgen. Kom, ga nou naar bed toe, Fien. Ga slapen, Jan, tot morgen. Ziezo, mijn dagtaak is volbracht. Kijk, dit wou ik nou zo'n beetje. Ik hou het graag een beetje. Een heel klein beetje rust. Rustig vannacht. Nee, bij dat hotel hoefde ik dan er nooit meer aan te komen. Ach, Jan was dronken en ik was dronken. En als Jan en ik dronken waren, dan kregen we meestal ruzie. Dan sloeg ik Jan waar ik hem maar raken kon. En ik gooide mijn schoenen naar zijn kop en zijn koffers. En alles wat ik maar in die kamer vinden kon. Nee, Jan. Jan deed helemaal niks. Die was als de dood. En dan werd ik pas echt kwaad. Dan begon ik te schelden en te tieren. Daar kon het hele hotel van meegenieten. Jawel. De volgende dag nam Jan wraak. Op het toneel. Ter zake, alsjeblieft. Natuurlijk, edelachtbare. Zij sliep die nacht helemaal alleen in dat grote huis van haar beide werkgevers. Maar was zij bang? Nee, edelachtbare. Want wat zou een jonge vrouw met zo'n onbesproken levenswandel te vrezen hebben in de nacht? Dus ook die avond vatte zij onmiddellijk te slapen en niet zoals ten onrechte in het politierapport wordt vermeld, onder invloed van een teveel aan sterke drank. Want, edelachtbare, mijn cliënte drinkt helemaal niet. Gebruikt u nooit alcohol? Een enkel keertje gebruik ik wel eens een advocaatje bij gelegenheid. Inderdaad, edelachtbare, een enkel keertje gebruikt zij wel eens een lekker advocaatje. Maar wat steekt daar nou voor kwaad in? Niet dagelijks, niet regelmatig, want dat zou maar tot misbruik leiden. Nee, een enkele keer, wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar in het politierapport staat dat de verdachte in beschonken staat in haar kamer werd aangetroffen. Dat is toch onmogelijk, edelachtbare? Mijn cliënte verfoeit het overmatig gebruik van sterke drank. Edelachtbare, mijn patiënte... Ach, neemt u mij niet kwalijk. Mijn cliënte gaat door het leven als een lieve, zachte, aardige, zorgzame vrouw. Maar op bepaalde, onverwachte momenten wordt zij ineens een ander mens. Een mens, edelachtbare, dat in niets herinnert aan dat zachte karakter dat wij allen zo in haar weten te waarderen. Dit wordt echter niet veroorzaakt door de sterke drank, maar door haar sterke emoties die zij onder normale omstandigheden zo prachtig weet te beheersen. Edelachtbare, mijn cliënten en ik hebben tijdens velen, ik mag wel zeggen, aangename uren
getracht de gebeurtenissen op die fatale avond te reconstrueren. En hiervan zouden wij u volgaarne verslag willen doen. Allereerst iets over het slachtoffer. De heer Arend Veenstra, van beroep bouwer. In mijn stukken staat, geloof ik, timmerman. Ja, inderdaad. Hij timmerde bouwwerken, bouwde timmerwerken. Kortom, ik zou dus zo zeggen, bouwer. Het was een grote, krachtige, goed uitziende man die daardoor nogal in trek was bij de dames. Maar hij was ook een hardhandige man. Dikwijls sloeg hij mijn cliënten. En op bepaalde momenten, wanneer het gedrag van mijn cliënten hem niet aanstond, sloot hij haar zelfs op in het toilet. Oei, daar zijn die bewuste emoties weer. Natuurlijk, edelachtbuien, ik zal het kort maken. Op die avond van de 23e november verbleef de heer Arend Veenstra in café De Laatste Stuiver. Hij verliet het etablissement zo even voor sluitingstijd, zo 11:45, in beschonken toestand en in het bezit van een aangebroken kruik jonge jenever. Hij spoedde zich naar het huis van mijn cliënten, alwaar hij op het gras een ladder aantrof, de welke hij plaatste tegen het raam van mijn cliënten. En met wankele benen klom hij naar omhoog. Mejuffrouw Antje van Asperen, zou u zo vriendelijk willen zijn te vertellen wat er verder die nacht gebeurde? Nou, meneer de lachbaar. Tegen 11:45 werd ik wakker van lawaai bij het raam. En toen ik ging kijken, zag ik de Arend staan, die tegen het raam stond te tikken. Ik zei hem onmiddellijk dat hij niet binnen mocht komen, maar toen begon hij met een fles tegen het raam te slaan. Met een Geneva. Gaat u verder? Ja, toen ik ging kijken, zag ik dat Arend door die klap zijn evenwicht was kwijtgeraakt. Hij stond te zwaaien met zijn arm, maar voordat ik hem kon beetpakken, gaf hij zichzelf met die fles een klap op zijn hoofd en viel achterover naar beneden. En wat deed u toen? Ik dorst niet te gaan kijken. Maar door het lawaai kwamen de buren. En die riepen van beneden dat Arend dood was. En toen vroeg de buurman of ik Arend soms vermoord had. En toen ben ik vreselijk kwaad geworden. Ben ik vreselijk gaan schelden. En toen zijn ze weggegaan. En hebben de politie gewaarschuwd. De rest van het verhaal kent u inmiddels uit het politierapport. Edelachtbare. Uit het relaas van mijn cliënten blijkt al zonder klaar dat hier geen sprake is van een misdaad, toch slechts van een fataal ongeluk waaraan mijn cliënten volstrekt onschuldig is. En daarom verzoek ik u ook, edelachtbare, om deze jonge dame, van wie ik, dat moet ik bekennen, inmiddels ben gaan houden, van alle blaam te zuiveren en zo spoedig mogelijk tot vrijspraak over te gaan. Stilte. De zitting wordt enkele minuten geschorst. De zitting wordt geschorst. Ik ben overtuigd van de goede afloop. Nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Dus jij hoeft je geen zorgen te maken. Maar ik maak me ook geen zorgen. En zodra je vrij bent, ga jij met mij mee naar huis? Ja. Maar eerst moet ik nog een paar dingetjes regelen. De rechtbank! De zitting wordt heropend. De rechtbank is tot de volgende uitspraak gekomen. De verdachte, mejuffrouw Antje van Asperen, wordt vrijgesproken. Jan was altijd zo gezellig. Je kon altijd met hem lachen. Vooral op tournee. Ja, de volgende dag ging je weer op reis. Naar het volgende theater, in weer een ander hotel en met de zoveelste trein. Ja, we reizen toen per trein. Wat moest je anders? De trekschuit was net afgeschaft. Die artiesten van nu? Ja, tegenwoordig is het wel wat anders. Die rijden heel chic in zo'n grote autobus naar de voorstelling. En na de voorstelling worden ze weer keurig voor hun eigen huisdeur afgezet. En toch maar klagen over hoe zwaar ze het allemaal hebben met al dat gereis. Nee, dan wij vroeger.
Wij waren soms maandenlang van huis. Met alle artiesten in zo'n overvolle treincoupé, met je koffers, je kostuums en het beetje decor dat je bij je had. Ja, de eerste weken kon je nog wel lachen. Maar na een poosje kon je die mensen allemaal niet meer zien. Iedere dag diezelfde smoelen en iedere dag diezelfde grappen. Nou ja, het hoorde erbij, hè? Zo'n tournee. Ze hebben vaak tegen me gezegd, Fien, waarom ga jij niet naar het buitenland? Jij bent toch veel te groot voor dit kleine landje. En dan dacht ik, nou, laat maar hoor. Holland is groot genoeg voor Fientje. Stel je voor dat je in het buitenland op tournee moet. Dan zit je je hele leven in de trein. Er is geen einde aan de rails, er is geen einde aan de reis, aan deze slopende tournee. Ja, zeg dat wel. Er is niet veel sensationeels aan deze eindeloze reis, al is er altijd weer een zaal en een hotel. En een theaterdirecteur met een horloge in zijn hand die zegt, diezelfde hoofdzak is als u al bent. Er is geen einde aan de reis, er is geen einde aan de reis, er is geen einde aan de reis waar alles bent. Zing, we zijn er. Zie ik, joh. Vergeet je mijn koffers niet. Nou, Fien, neem nou zelf ook wat. We moeten opschieten. Hè? We zijn al zo laat. Nou, ja. Dan laat je jouw koffers toch staan. Morgen zitten we toch weer in deze trein. Een boerenjongen met een eg, een zestal huizen met een kerk, een boom, een schaap, een koe, een paard, een boot, een brug. Een rode auto op een weg, een boerenjongen aan het weg. En kijk, hij zwaait, hij zwaait. Vooruit, we zwaaien terug. Vanavond is het weer zover, weer een beheerder van een zaal die zegt, de opkomst telt tot nu toe wat teleur. Ik zal te doen, het hoort erbij. Ik zal te doen, het hoort erbij. Ik zal te doen, het hoort erbij voor de acteur. Hoe heet het nu? Maas is in Rotterdam, Jan. Nee, wacht eens, Maassluis. Maassluis? Ja. Waar hebben we gisteren net gespeeld? In Muzensakkeren. Het was in Maasbracht, in Soershoek. Ik hoorde daar vanavond. Spelen we in Muzensakkeren in Maassluis. Jan, ik wil naar huis. Van Soershoek, Korda in Maasbracht, naar Muzensakkeren in Maasluis. En dan naar waar ik komt het einde is in zicht. Want dus is Sacrum in Maasbracht, maar nee, nog langer niet naar huis, daar zal Concordia. Waar is dat? In Maastricht. En telkens staat er weer zo'n man die zegt, er is een klein probleem, want de verwarming in de zaal is weer een stuk. Het hoort erbij niks aan te doen. Het hoort erbij niks aan te doen. Het hoort erbij niks aan te doen, maar je niet terug. Niet meer zijn er. Moeten we hier spelen? Ja, publiek wacht. Hebben we hier dan publiek? Ja, Fien. En een zaal? Ja, en een hotel. En een hotel. Ze hebben hier een hotel met een zaal en met publiek. Ja, dat lijkt me meer dan voldoende voor zo'n gehucht. Dan hebben ze ons toch niet meer nodig. Nee. Maar ze hebben hier ook een man met geld. Kijk, en dat hebben wij heel hard nodig. Er komt geen einde aan de reis, er komt geen einde aan de reis. Al is er altijd weer een zaal en een hotel. Er is niet veel sensationeels aan deze eindeloze reis. We zijn er, waar? Een beetje actie, jongens, snel. Aha, daar is weer zo, meneer. U bent wat aan de late kant, maar ja, de hoofdzak is en blijft dat u er bent. Er komt geen einde aan de reis. Er komt geen einde aan de reis. Er komt geen einde aan de reis. Einde aan de reis. Einde aan de reis. Mevrouw, we hebben helaas één klein probleem. Er is iets aan de hand met het licht. Jij luistert niet, hè? Nee, ik merk het wel. Jij luistert niet. Als ik je soms verveel. Jij hoeft je niet in de maling te nemen, hoor, jongen. Jij bent gewoon wat anders aan het doen. Jij laat Fientje maar lekker kletsen. Wat ben je aan het doen? Zit je met je bezoek te donderjagen? Nou, ga gerust je gang maar, hoor. Mij hindert dat niet. Maar daarvoor hoef je de horen toch niet neer te leggen. Je kan toch best met één hand telefoneren? Dat doe ik ook tenslotte. Goed hoor. Het is al goed. Maar waar was je dan mee bezig?
Voor je bezoek? Maar die mensen kunnen toch wel zelf hun glas vol schenken? Jawel. En jij bent de gast. Heer, nou, ga je gang maar ook, kind. Ik wacht wel. Ik heb al het uit. Ik hoef niemand van drank te voorzien. Voor mezelf? Nee, daar heb ik geen zin in. Vanavond wil ik niet in mijn eentje zitten drinken. Ach, dat weet je toch wel. Fientje kan toch niet tegen drank? Na 3 borrels is Fientje al dronken. En als Fientje dronken is, dan wordt ze altijd zo huilerig. Nou, daar heb ik vanavond geen zin in. Nee, laat maar. Wie heb jij eigenlijk op bezoek? Die? Dat vreselijke stel? Het duo lul en onbenul? Moet jij daar de hele avond tegenaan zitten kijken? Nou, dat lijkt me nog erger dan met mij te zitten telefoneren. Nou ja, dat breekt je avond tenminste, hè? Ja, dat is ook weer zo. Daar heb jij niet zo moeite mee. Dat is weer mijn probleem. Oh, ik. Ik word gek van mijn avond. Ik weet niet wat ik doen moet. Soms op een avond denk ik dat ik weer op moet treden. Dan ga ik me helemaal op zitten tutten. Schilder ik die hele oude kop van me vol. Ben ik dan wel een uur mee bezig. En als ik dan klaar ben, dan weet ik het opeens weer. Ik hoef vanavond niet op. Ik heb vanavond vrij. Ik heb elke avond vrij. Nou ja, haal ik al die troep weer van mijn gezicht, ben ik er ook weer een uurtje mee bezig. Dus dan is die avond tenminste ook alweer voor een deel voorbij. Tja, wat dan? Dan pak ik maar weer eens de telefoon. Wat moet ik anders? Ik heb nou lang genoeg uit mijn raam naar de winkel van de Vana zitten kijken. Ik ben niet speelziek, maar ik wil weer werken. Ik heb mijn hele leven gewerkt. En ze willen me niet. Iedereen spant tegen mij samen. Ze denken dat ik gek ben. Nou, ik ben wel eens lastig en ik maak wel eens ruzie, maar ik ben niet gek. Toch willen ze me niet. Wat moet ik dan gaan zingen? Ik heb geen repertoire, alleen maar oude troep. Ik wil gelukkig zijn. Dat lied, dat kan ik niet meer horen. Ik ben mijn leven lang achtervolgd door dat lied. En op een gegeven moment heb ik geroepen, vanaf nu wil ik heel ongelukkig zijn. Nou, dat is me dan ook wel gelukt. Oh ja, laatst nog. Laatst nog belde er een of ander mannetje op van zo'n kunstkring. Of ik de Beatrice nog eens een keertje wilde komen voordragen. Maar of ik er dan wel een stukje zou kunnen inkorten, want het was een beetje lang voor zijn publiek. Ik zeg ja hoor. Lik mijn reet is ook een band. Maar hoe kom ik aan nieuw repertoire? Wie moet dat dan voor me schrijven? Ik heb geen geld. Waar slaat dat nou op? Wat moet ik met een jubileumprogramma? Wat moet ik dan vieren? Dat ik al 5 jaar geen engagement heb gehad. Volgend jaar, ja. Volgend jaar ben ik 50 jaar aan het toneel. Moet ik dat dan vieren? Voor wat? Geld! Oh ja, zo'n envelop met inhoud. Nou, die krijg ik nou ook al. Iedere maand krijg ik zo'n envelop van het steunfonds voor oude artiesten. Jawel, Vindela maar is 50 jaar aan het toneel en nou leeft ze van de bedeling. Nee hoor, dank je feestelijk. Ik moet er niet aan denken. Ik heb 1 keer in mijn leven gejubileerd en ik heb gezworen daarna nooit meer te zullen doen. In 33 was dat. Mijn 12,5-jarig toneeljubileum. Het was eigenlijk 17, maar dat klinkt niet, hè? Piet had het allemaal bedacht. Ik zag er niks in. Maar Piet vond het zo goed voor mijn carrière. Nou, dat was het niet. Maar het was wel lief bedoeld van Piet. Ja, laat! Hey, kerel! Eén keer zeggen dat ik hier... Laat me los! Laat me los! Laat me los! Van de schoon! Laat me los! Laat me los! Piet, doe die deur open! Dan trof ik hier aan de deur van. Je doet maar. Piet,
Maak die deur open! Nee! Als je maar weet dat ik niet meer meedoe met het rotjubileum. Zal je niet missen. Ik zal je niet missen. Wie is je jubileum? Is het eigenlijk verdomme? Jouw jubileum, ja. Maar ik heb het georganiseerd. Als je nou niet gauw die deur openmaakt, dan kan je dat jubileum van je van door de plei trekken. Nou moet jij eens goed luisteren. Ik ben al weken bezig voor je 12,5-jarig jubileum. Ik heb speciaal voor dat jubileum een toneelstuk laten schrijven. Ik heb verdomme de hele stad afgelopen om een jubileumcomité met klinkende namen bij elkaar te krijgen. En ik ben niet van plan om dat jubileum te laten verpesten door de kuren van een Fientje de Lamar. Toevallig is die Fientje de Lamar wel de jubilaresse, hè? En als die Fientje geen zin heeft... Als jij nog eventjes zo doorgaat, dan vier jij je 12,5-jarig jubileum hier op de plei. Heb je het goed begrepen? Ja, oké. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben jouw troep aan het opruimen. Je kan die heer van het comité toch niet ontvangen in deze rotzooi. Zal ik je even helpen? Nee, jij blijft daar. Is het veel kapot? Nee. Alleen die antieke vaas die je naar mijn hoofd hebt gegooid. En heb ik je geraakt? Nee. Wat jammer van die vaas. Wat? Ik vraag me een nieuwe vaas voor mijn jubileum. Je doet maar. Piet, wie komen er eigenlijk van het jubileumcomité of komen ze allemaal? Nee, alleen de voorzitter en de secretaris. En ken ik die? Nee. De voorzitter is meester Van Leeuwen en de secretaris is meneer Van Lier. Van Leeuwen en Van Lier? Ja. Het is net een zangduo. Nee. Wat denk je, Piet? Kunnen ze zingen? Nee. Kunnen ze dan? Vergaderen. Piet, als Fientje nou belooft heel zoet te zijn, mag ze dan bij de vergadering zijn? Nee, jij blijft daar. Nee? Zei jij nee? Dat duo dat niet eens kan zingen, komt hier praten over mijn jubileum en ik mag er niet eens bij zijn. Nou vergeet het maar, het feest gaat niet door. Fientje, denk daar, je houdt je stil, hè? Nou, wordt die mooi, zeg. Als ik er niet bij mag zijn, waarom zal ik me dan rustig houden? Zeg maar tegen die heren dat het feest niet doorgaat. Dat ze op kunnen donderen. Er komt geen jubileum van Fien de Lamar. Meneer Grosso. Meneer Grosso. Heren, komt u boven. Piet, ik waarschuw je. Jij waarschuwt niks. Als jij de zaak gaat verpesten, dan geef ik je pak slaag van die heren bij zijn. Begrepen? Meneer Grosso, hoe maakt u het? Meneer Van Leeuwen. Ja, u kent de heer Van Lier. Hoe maakt u het? Ja, we hebben al kennis gemaakt. Dat is een hele klem, ja. Zeg. Maar ja, het is voor het goede doel, voor het jubileum van onze grote artiesten. Fien de Lamar. Zo. Alsjeblieft, sorry. En waar is ons feestvarken? Helaas, mevrouw de Lamar laat zich excuseren. Die heeft zich teruggetrokken om te werken aan haar rol voor het jubileumstuk. Ach, dat is spijtig, dat is spijtig, dat is spijtig. Maar alle begrip hoor, dat lijkt me nou het moeilijkste wat te meespelen. Dat je al die teksten uit je hoofd moet leren. Ik zou het niet kunnen, jij wel leren. Nou, in mijn studententijd heb ik toch maar... Mevrouw speelt toch de hoofdrol, ja. Niet waar, meneer Grosso? Zij speelt toch Marie-Antoinette? Marie-Louise. Ja, natuurlijk, Marie-Louise. Dat inleven in zo'n rol, dat lijkt me ook geen kleinigheid. En zeker niet waar het een historisch figuur betreft. Marie-Louise is geen historische figuur. Marie-Louise is een spionne. Ja, natuurlijk is mevrouw de Lamar een spion. Heren, wilt u niet gaan zitten? Maar heel graag. Van hier. Maar kijk, daar is wat een prachtig schilderij. Ik zie het toch goed, hè, meneer Grosso. Dat stelt toch mevrouw de Lamar voor? Ja, dat is een portret van Vigna. Is dat niet van... De gelijkenis is werkelijk treffend. Hè? Die ogen, werkelijk verbluffend. Kom eens hier staan, Van Lier. Kom eens hier staan. Als je hier staat, kijk. Als je hier staat, hè? Dan is het net of mevrouw de Lamar je aankijkt. Dat doe ik ook. Hè, wat krijgen we nou? Ach, mevrouw de Lamar, ik had u helemaal niet zien staan. Ik schrok me naap.
Zo, daar hebben we dan Marie-Antoinette. Marie-Louise. Ja, natuurlijk Marie-Louise. Mevrouw de Lamar, we hebben u, hoop ik, niet gestoord bij uw werk. Nee hoor, ik ben al klaar. Wij zullen wat zachter praten, zodat we u niet meer uit uw concentratie halen. Oh, dat is helemaal niet nodig, meneer. Ik was juist van plan om er even bij te komen zitten. Nee, vind jij, blijf werken aan je rol. Daar hangt dus wat alles van af. Ja, mevrouw, u zorgt voor het artistiek gedeelte van het jubileum. Daar heb ik alle vertrouwen in. Wij zorgen wel voor de versiering eromheen. Goed hoor. Zag ik het goed, maar is mevrouw daar opgesloten? Ach, u weet hoe dat is met kunstenaars. Om tot een grote prestatie te komen is het altijd nodig een bepaalde dwang van buitenaf, hè? Begrijpelijk, heel begrijpelijk. Maar dat is voor u toch ook geen lichte taak? Nou, ik heb het er graag voor over. Godverdomme, vader Kloos. Ja, is een pittig stuk. Modern toneel waarschijnlijk. Publiek kan tegenwoordig wel tegen een stootje. Maar kom, nu ter zake. Ja, wilt u mij niet volgen, heer? Ja, heel graag. Pak je de tas even van hier. Wat betreft de festiviteiten rond het jubileum, meneer Grossaal, wij hebben al een aantal reacties binnengekregen. Ja, en uitsluitend positieve reacties. Positieve reacties, die hoor je niet elke dag. Nou, niet zo somber, meneer Grossaal. En reacties heus niet van de eerste de beste. Nou ja, mevrouw is natuurlijk ook niet de eerste de beste, niet wij. Laat eens kijken. Wat hebben we hier? Ja, klingen door een bosbiet aan een jubileum vers te dichten. De heer Schiller heeft beloofd om een soupeetje aan te richten. Hij betaalt dan niet het eten, wel de drank, dat lijkt me dom. Als ik Schiller was, dan deed ik dat maar liever andersom. Mevrouw, mijn heren, mag ik even resumeren? Ik heb een korte voordracht tussen haakjes klingen die. En ik heb na afloop van het feest bij Schiller een souper. Verder moeten we dan nog een afspraak maken. Met de wethouder van culturele zaken. Er is een brief van de studenten die een liedje willen zingen. Ik zou zeggen, die studenten, nee, je vraagt om gekke dingen. Ja, het lijkt me wel verstandig daar voorzichtig mee te zijn. Piet, hou op, studenten zingen toch altijd in het Latijn. Mevrouw, mijn heren, zal ik dat dan maar noteren? Een lied van de studenten als het netjes toe gaat twee. En dan een korte voordracht van die klingen door een pee. En daarna dus naar de huldiging bij Schiller een souper. En dan moeten we dus nog een gaatje maken. Voor de wethouder van culturele zaken. De heer Van Ees heeft aangeboden telegrammen voor te lezen. Wel, ik weet nog niet of dat de heer Van Ees nou wel moet wezen. Zeg eens, zijn er telegrammen? Oh, daar kunt u van op aan. Ja, dat is al lang geregeld, dat gaat allemaal spontaan. Mevrouw, mijn heren, als ik mag interrumperen, is telegrammen lezen niet iets voor Louis de Vree. Nee! Met daarna klinken door een bos en dan naar mijn idee. Het koor van het studentenkoor en daarna het souper. Met mevrouw en met dit hele jubileumcomité. En ik breng het nog maar eventjes ter sprake. Met de wethouder van culturele zaken. Dan is er nog een kleinigheid, de welbekende enveloppe. Want tot nu kwam men maar mondjesmaak met giften op de proppen. Er zit nog iets aan te komen, neemt u dat maar aan van mij. Van een stevige aanbidder en zijn naam hoeft er niet bij. Mevrouw, mijn heren, kan ik dit dan publiceren? De viering van het 12,5-jarig jubilee. Van Fietje de Lamar, onze theatercorrivee. Wordt een uniek gebeuren, tal van gasten werken mee. Komt allen, vanzelfsprekend wordt in dit communiqué. Met geen woord gerept over het middernachtelijk souper. Want daar gaan we onder ons iets moois van maken. Met de wethouder, oh ja, de wethouder. Haha, die wethouder. Met de wethouder van culturele zaken. Mag Vintje er nou uit? Nee. Vintje zal voortaan heel lief zijn. Nee. Maar ik moet toch afscheid nemen van de heren? Dat kan zo ook wel.
Zo, we moeten maar weer eens gaan opstappen. Ja, het wordt onze tijd, geloof ik. Alles is nu wel besproken, dacht ik. Ja, meneer Glas, hartelijk dank. Alles is nu genoteerd. Ja, fijn, ik zal de jas ook even. Alsjeblieft. Nee, maar over de... Dank u zeer. Zo fijn. Wel, tot genoegen, meneer Grosso. Ja, ik zal u even uitlaten. Ja, tot genoegen, meneer Grosso. Dag, mevrouw de Lamar. Dag, mevrouw de Lamar. Dag, meneer Van Leeuwen. Dag, meneer Van Leer. Dag. Dag, Van Leeuwen. Dag, Van Leer. Dag, Van Leeuwen en Van Leer. Dag. Piet, mag Pientje er nou uit?